Rachel Hazes en Marike van Beek waren ooit hechte vriendinnen, maar helaas is die vriendschap tot een einde gekomen door financiële omstandigheden, resulterend in een juridische strijd. Rachel, met een zucht, deelt haar gevoelens in party. Marike had tot aan mijn overlijden bij me kunnen werken, samen op vakantie kunnen gaan, we hadden de beste vriendinnen kunnen blijven. Ik gunde haar en haar gezin namelijk alles. Maar je kunt je niet voorstellen wat voor gevoel ik nu heb bij die vrouw. De zangeres kan zich niet voorstellen dat ze ooit zo'n nauwe band had met Marike. Ze had veel liever gezien dat Marike eerlijk was geweest tegen haar. Ik had nog het liefst gehad dat ze nu tegen mij zouden hebben gezegd, Rachel, jij hebt ons destijds gemachtigd, maar we konden die verantwoordelijkheid niet aan en we hebben onrechtmatig geprofiteerd van jouw geld. Sorry daarvoor. Dat had ik liever gehad.